In dit filmpje ga ik op vier verschillende manieren laten zien hoe je een kader maakt. En niet iedere manier is even goed en ik zal je ook precies vertellen waarom. De eerste manier, daarvoor gebruiken we dit tooltje, het rechthoekig selectiekader, ook wel met sneltoets M te bereiken en we trekken gewoon een kader rondom de foto. Nu hebben we een selectie gemaakt en deze selectie is aan de binnenkant, dus in dit geval is de hond geselecteerd en de rand om de foto niet. En om de selectie om te draaien ga je naar selecteren en klik je op selectie omkeren. En dan zie je dat er nog meer uh, ja, bewegende lijntjes bij komen. En in dit geval is dus gewoon de buitenste rand geselecteerd. En deze selectie kunnen we dus vullen. En dat doe je hierbij bewerken en te kiezen voor vullen. En vervolgens krijg je dit venstertje voor je. Je hebt met inhoud heb je verschillende opties. De voorgrondkleur, de achtergrondkleur, zwart of wit. Of je kunt gewoon zelf echt een kleur kiezen. Maar ik kies in dit geval voor wit. En ik druk op oké. OK. Vervolgens is de buitenste rand gevuld met in dit geval wit. En ik klik op selecteren en deselecteren om de selectie op te heffen. En ik heb in dit geval dus uh, mijn eerste foto met mijn eerste kader. Ik maak even mijn stappen ongedaan. En ik ga over naar manier nummer 2. En manier nummer 2 die vind je hierboven bij filter en camera raw filter. Nou, dit ziet er heel ingewikkeld uit, maar je hoeft maar bij één dingetje te zijn en dat is hier rechtsboven. Je moet even klikken op FX, wat staat voor effecten. En je ziet, de ingewikkelde opties aan de rechterkant zijn al een stuk simpeler. En hier ga je de onderste helft van gebruiken. Vignettering na uitsnijden, want een kader eromheen is ook een soort van vignet. Je hebt om te beginnen de balk hoeveelheid en die bepaalt of wij met een witte rand of met een zwarte rand gaan werken. En je hebt helaas alleen maar de keuze uit zwart of wit. Nou, vervolgens moet je je middelpunt gewoon helemaal naar beneden zetten. Net als je ronding en je ziet al een klein beetje wat er gebeurt. En als je vervolgens de doezelaar naar beneden zet dan zie je dat je een keurig zwart kader met ronde hoeken krijgt. En schuif je de hoeveelheid de andere kant op dan is dit wit. Heb je ook nog de optie hooglichten in. Heb je wit geselecteerd, is die niet actief. Maar zit je in het zwart, wordt die opeens actief. En dan kun je dit een klein beetje door laten schijnen. Uh, net nagelang wat jij mooi vindt. Maar ik hou hem gewoon lekker puur zwart. En als je op OKé okay klikt, dan krijg je dus deze foto. En het nadeel hiervan is, net als bij gewoon handmatig een selectiekader trekken, is dat dit aan de binnenkant zit. Het is wel gewoon geleidelijker verdeeld. Maar je hebt op zich weinig controle over hoe dik de randen mogen zijn. Dus ook dit is eigenlijk niet de juiste manier. Ik druk weer even op Ctrl-Alt Z om het ongedaan te maken. En ik ga op naar optie nummer 3. En dat doe ik hem dan met de crop tool. En de crop tool die vind je hier. Of je gebruikt sneltoets C. En als je dan gewoon over de foto heen sleept, dan zou je een uitsnede kunnen maken. Maar je ziet dan kleine hoekjes. En aan die kleine hoekjes zou je nog kunnen trekken. En je kunt hem zo een klein beetje groter maken. Nou, heb ik op zich buiten de foto uh, gewerkt. Dubbel klik ik nou. Dan zie je dat er in dit geval een blauw kader omheen staat. Want dat is mijn achtergrondkleur. Uh, maar ik wil het eigenlijk even anders laten zien. Als je in de Crop tool zit, heb je hier een klein tandwieltje. En je moet even zorgen dat de klassieke modus uitgevinkt staat. En dan kun je namelijk gewoon meteen buiten de foto trekken. En zie je wat er gebeurt. En wil je nu een ander kleurkader. Dat kan, dubbelklik gewoon op de achtergrondkleur. En als je op OK klikt, dan neemt hij dat over. Nou, ik vond op zich blauw wel aardig. En klik hier op het vinkje om het toe te passen. En vervolgens heb je dus een foto met uh, een kader buiten je foto. Alleen je ziet al het kader bovenin is een stukje smaller dan onderin. En dat is natuurlijk ook gewoon net niet wat we zoeken. Dus we gaan op naar optie nummer 4. En ik druk even op Ctrl Alt Z om dit allemaal ongedaan te maken. Optie nummer 4 is eigenlijk in mijn ogen de enige manier waarop jij een kader toe moet voegen in Photoshop. Je hebt daarmee namelijk gewoon het meeste controle. En dat doe je door het canvas te vergroten. En dat zit hier bij afbeelding en dan canvas groten. Nou, zorg dat je hier pixels hebt uh, geselecteerd, want in mijn geval is mijn foto ook in, in pixels. En ik zeg gewoon van hij moet 50 pixels breder worden over de breedte. Dus dat is 25 links en 25 rechts. En dat wil ik ook in de hoogte. En dat doe ik natuurlijk met in mijn geval de kleur wit. Eventueel kun je nog zelf een kleur kiezen. En je drukt op oké. OK. En je hebt er een kader omheen staan. Eventueel kun je dat nog een keer toepassen. Ik zeg bijvoorbeeld 10 pixels eromheen. En ik gebruik de kleur zwart daarvoor. En ik druk op oké. OK. Zo dus op het eerste gezicht lijkt er niks veranderd te zijn. Maar als ik inzoom, dan zie je dat er ook een klein een zwart randje is. En ik doe het tot slot nog een derde keer. En ik zeg 150 pixels in de breedte en 150 in de hoogte met een witte kleur. En ik druk op OK. En je ziet, ik heb op die manier een keurige dikke witte rand om mijn foto met een heel klein zwart biesje erin. En dit is, uh, vind ik, de chicste manier. Maar ook gewoon de meest precieze manier. Omdat je gewoon tot op pixelniveau kunt bepalen hoeveel je bij moet voegen aan je foto. Dit waren vier manieren om een kader toe te voegen aan je foto. Ik hoop dat je er iets van geleerd hebt. En tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. Doei doei!